Soldaten, ik verkocht alles voor Rulebreakers Ousmane Dembele. In deze video bouw ik een team om de Fransman heen en ga ik kijken of hij zijn 600k een beetje waard is. Deze keer heb ik gekozen voor een volledig Frans team. En eigenlijk wilde ik de Weekend League playoffs in, maar als ik dat ga doen, krijg je de volgende foutmelding. Het huidige FUT Champions evenement is geëindigd. Dus vandaag een keer geen playoffs. Ik weet niet waarom, maar het gaat gewoon niet. Dus, ik heb zoveel mogelijk kaarten verkocht voor Ousmane Dembele. En dat alles slaat eigenlijk op alles wat niet in dit elftal tradable is. Want naast Dembele heb ik nog twee andere Fransen die ik dus niet kon verkopen aangezien ze hierin terecht horen. Je ziet dadelijk welke spelers dat zijn. Ik heb ook Benzema alvast voor de groene link. Maar we beginnen dus met Ousmane Dembele. Natuurlijk, zoals altijd, de 5-ster. 5-ster, wat perfect is. Hoog normaal. En hij kostte mij bijna 600k. Alleen het rare is dat op het moment van opnemen is de hele FUT-markt gekkenhuis. Want het ene moment dan gaan de prijzen omhoog en het andere moment gaan de prijzen omlaag. Want afgelopen nacht was hij in één keer 100k goedkoper, maar in de ochtend dus weer 100k duurder. En zo schommelt zijn prijs de hele tijd op en neer. Het zou kunnen dat wanneer jij deze video bekijkt, hij weer 400 zoveel is. Ik hoop het niet, maar misschien wel. Dus, ik wilde hem heel erg graag een keer gebruiken. Rulebreakers Team 2. Ja, daarbinnen was hij wel de man. Zijn pace is gedowngrade. Alleen ja, dan nog steeds met een downgrade ligt hij alsnog hoog. Namelijk 89 versnelling en 88 sprintsnelheid. Deze kaart is super, super meta. Aangezien hij dus een heerlijk body type heeft. Hij kan skillen. Hij kan met beide benen overweg. Zijn schot is heel goed met 93 shot power. Paas is gewoon prima. Ik ga hem spelen in de spits. En dan is 81 korte paas gewoon oké. Lenigheid lekker. Balans is goed. En ja, mist wat stamina. En de kracht is niet heel hoog. Maar ik ga hem dus spelen. En het doel is gewoon scoren met hem. En dus winnen in Rivals. Want playoffs, dat kan niet. Op de bank zitten André en Camavinga. Daarnaast Areola, Lacroix en een paar andere Fransen. Lala heeft nog een keer een geweldige Team of the Season gehad. En die packte ik toen uit een upgrade pack. Maar dat is alweer enkele FIFA's geleden. We beginnen vandaag op doel met, moet ik even nadenken. Oh ja, Lafont. Hij stond gewoon voor me, maar toch moest ik nadenken. Je zag hem ook in de vorige video. En eigenlijk beviel hij wel 1,96 meter. De stats liggen niet eens extreem hoog. Maar volgens mij speelt hij beter dan wat die stats daar suggereren. Aangezien hij dus zo lang is. Want lengte is zo belangrijk. Bij keepers, dan hebben we drie centerbacks. Allereerst Umtiti, de man die ik eigenlijk veel meer heb gebruikt dan ik in eerste instantie had verwacht. Want toen ik hem haalde, had ik zoiets van ja, is gewoon leuk hè, voor een keertje te gebruiken. Maar ik heb hem nu 129 keer al gespeeld en dus nu opnieuw. Ik vind hem niet meer super goed, maar hij kan de job wel doen binnen dit elftal. Vooral zijn kracht is goed en verdedigend prima. Volgende centerback is natuurlijk weer een Fransman. Ook hem kon je zien in de vorige video. Robin Lenormand. Hij is niet zo goed, alleen hij is wel Frans, dus past in dit elftal. De lengte heeft hij, de verdedigende stats zijn gewoon goed, zijn kracht is goed, hij kan springen, maar dus de lenigheid is vreselijk laag en de versnelling is ook helemaal niet goed. Laatste centerback is ook meteen de beste, Varane, en ik kan hem dus wel nog verkopen, maar dat doe ik niet aangezien hij in dit team staat en in mijn main team. Pas 23 keer meegespeeld, maar je voelt bij hem wel echt dat hij dus heel erg goed is en telkens als ik ook tegen Varane kom in de Weekend League, hou ik mijn hart vast, aangezien ik weet hoe dominant hij is als centrale verdediger. 1,91 meter normaal hoog. Natuurlijk lekkere linkjes. Groene link naar bijvoorbeeld een Kanté. Die misschien ook wel in het team staat. Dat zie je dadelijk. De pace. Geweldig van centerback. Verdedigend top. En zijn kracht is goed. Dus Varaan. Ik kan er heel veel over gaan zeggen. Maar je weet net zo goed als ik dat hij altijd goed is. De linker centrale verdedigende middenvelder is Nabil Fekir. Eigenlijk is hij een cam. Maar hij stond als CVM. Dus dan gebruik ik hem ook even daar in de beginopstelling. In game ga ik hem trouwens als rechts midden zetten. Ik speel vandaag in de opstelling waarin ik ook begin, namelijk 3-5-2. Want, ik zag mensen op Twitter, een paar YouTubers, die riepen dat die opstelling best goed kan zijn. Dus ik hoop een beetje dat het voor mij kan werken. Je bent achterin natuurlijk wel wat kwetsbaar met maar drie mensen. Alleen, je kunt het ook zo interpreteren dat je in de verdediging juist een 5-3-2 hebt en in de aanval een 3-5-2 als die wingbacks dus mee naar achteren komen. Oké, heel verhaal. Je ziet het dadelijk in de gameplay of het dus een beetje gaat werken. Fekir, 4-ster, hoog normaal, veel gebruikt en ook hij staat net als Varaan. Nog steeds in mijn main team, wat ik gebruikt heb in de laatste Weekend League. Pace goed, schot goed, paas goed, dribbel goed en hij is sterk. Dus gewoon prima kaartje. Hij kan spits, rechtsmid, cam. Dus dat is wel lekker. De volgende CVM is inderdaad N'Golo Kanté. Ik heb twee keer als een normale kaart gebruikt. Maar toch val ik steeds weer terug op deze flashback. Want ja, die is niet beter of zo dan die trader wel. Alleen, ik vind hem wel redelijk in de buurt komen. En ja, ik ben tevreden over hem. Hoog, 3-ster weak foot. Maar bij hem
hem is het eigenlijk, zoals we Kanté wel kennen, telkens weer met die heerlijke onderscheppingen. Hij staat overal en nergens. Net wanneer je als tegenstander dan denkt van, oké, die Kanté, daar ben ik vanaf, dan is hij er weer. En dan onderschept hij weer een bal. Zijn stamina is fantastisch. Blijft de hele wedstrijd rennen. En zelfs meer naar voren is hij nog wel redelijk, aangezien hij een goede dribbel heeft. En zijn pace is dus, ja, wel mooi. Komen we uit bij de linksmidden, wat geen linksmidden is, maar wat wel handig is als een soort van wingback, namelijk weer Ferland Mendy. En ik ga sorry zeggen voor het feit dat ik nog steeds hem gebruik, want ik wil graag creatieve teams bouwen en veel verschillende spelers laten zien. Maar iedere keer, of bijna iedere keer als ik een video maak en ik bouw een team, dan is weer Mendy een speler die ik dus daarin heb staan. Hij gaat dus lekker op en neer rennen. Mee naar voren, mee naar achteren. Kan ook dus met die hoog die hij heeft aan work rates. 177 keer al gebruikt. 4-star skills, 5-star weak foot, wat natuurlijk fantastisch is. En de pace, nou ja, is goed. Zijn pass ook wel dribbel lekker. Verdedigend, redelijk. En stamina goed, kracht ook prima voor een back. Nog twee spelers. Op cam hebben wij weer een Franse rulebreakers, namelijk Nkunku. 4-star skills, 3-star weak foot. Hij staat niet in mijn main team, maar dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat ik geen Bundesliga spelers heb en ik hem niet echt makkelijk kan linken. Ja, met Frankrijk, maar het past allemaal niet zo goed. Het is zeker wel een speler die in mijn main team zou kunnen, als je kijkt naar de kwaliteiten die hij bezit, want hij is erg snel en nou, de paas die is heel, heel, heel goed. Dribbel ook lekker. Verdedigend, ja, net genoeg, denk ik, met die ankercamstijl en kracht. Dus ook niet echt fantastisch. Wel goede stamina en dus sowieso een leuke kaart. Ik hou wel van de SBC's, waarbij je een keuze hebt uit twee versies. Gosens is ook zo'n speler en die ga ik dus zeker nog vrij spelen. Trouwens, een hele interessante kaart. Gosens voor wanneer je net zoals ik nu 3-5-2 speelt en een speler op linksmidden wilt hebben die mee naar voren en mee naar achteren kan. Maar Gosens is Duits en dus totaal niet relevant voor deze video. De laatste speler is een van mijn favoriete spelers in FIFA 22, namelijk de Franse gullit, de zilveren gullit, Randy Nteka. 16 keer meegespeeld, 12 doelpunten meegemaakt en 5 keer een assist gegeven. En dan te beseffen dat ik hem vaak of als cam speel of zelfs als centrale middenvelder. 3-3-ster is het grootste nadeel. Hoog normaal is gewoon oké. En voor een zilveren kaart is die heel erg goed, heel allround. En kan hij dus op veel plekken spelen. 93 kracht en goede lenigheid balans. Mijn idee is dus Nteka op 10 zetten. Dan Fekir naar rechts midden met Dembele weer in de spits naast Karim The Dream. Met 41 goals en 43 assists voor de Wally Army. Ik vind hem niet echt super. En dat heeft te maken met de pace. Heel simpel. Hij is best wel traag voor een aanvaller. En ik heb liever een Iñaki Williams die echt heerlijk kan rennen dan een Benzema. Maar goed, zijn paas is wel lekker. En als hij kan schieten, scoort hij meestal. Dus Benzema naast Dembele met daarachter Renteca, Fekir naar rechts en Nkunku naar het middenveld naast Kanté. En zo gaan we het doen. Op naar een potje Rivals. Oké, hij heeft de normale Ousmane Dembele. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk de coins om zijn, wat is het, paarse variant te halen of roze. Is een Rulebreakers kaart nu paars of roze? Laat mij weten hoe jij die kaart interpreteert in de reacties. Goed verhaal. Aanname is goed, kom naar binnen. Ja, akkertje. Oh, dit is Dembele, jongens. Boom. Nee, geen boom. Ah, eigenlijk wilde ik weer iets te veel... Nou, geen corner. Daar ben ik niet mee eens. Maar ik wilde iets te veel trucjes doen en nog even wachten. En nog een actie en weer een body feint en dan pas schieten. Beetje overdreven. Oké. Eén keer aanraak van Nteka. Benzema, dit is een randje buiten spel. Dembele om de keeper heen en hij scoort. Ja. Gewoon die korte pasjes. Dat is wat je altijd kunt krijgen met mijn nummer 7 hier. Ja, goed. Hij stond net geen buitenspel. En dus de assist van Benzema. Doelpunt Dembele. Ik zou hem eigenlijk niet echt op cam spelen trouwens. Mocht jij hem ook hebben en twijfelen qua positie. Want daar is zijn paas misschien iets te laag voor. Rainbow Flick, goed. Oh mijn god. Ousmane Dembele. Ja. Het begint een beetje een hete wedstrijd te worden zo. Want deze skill moves, wauw. Waar is Dembele voor de hat-trick? Daar is hij. Oh, nog een hakje en een rage cut. 3 keer deze man binnen 25 minuten. En ja, we gaan uiteraard nog een potje spelen. Dit is lekker. Ja, en kijk, deze tegenstander was ook niet heel goed. Maar toch, een 9,9 voor de Fransman. Oké, nu op naar potje 2. En dan gaan we zien of we een wat betere tegenstander kunnen vinden. Waarschijnlijk zal ook deze tegenstander wel even slikken als hij Dembele ziet staan. Oeh, dit is een, ja, heel, hoe zeg ik het? Ja, standaard team. Daar is niks mis mee, een standaard team. Hou weg, Nteka. Kijk, oeh, met het knietje. Of het bovenbeen was het volgens mij. En nu omschakelen. De snelle mensen voorin. Waar is Dembele? Oh, het is vrij baan voor Nkunku zo te zien. Nou, dan gaan we meegeven aan Nteka. Oh, jongens. Nkunku die heeft een echt een ziekenhuisbal. Paas is goed. Dembele. Nou, voor zijn vierde binnen deze video. Daar gaan we Dembele.
Lopje. Nee. N-O en TK ook niet. Maar het kan nog steeds Dembele. Naar binnen. En een actie. Ja, weet je, hij kan ook af en toe een keer de mist ingaan. Dembele stuur ik al naar voren. Kijk, dit zijn tactieken. Goeie paas. Kijk eens. Mijn plan. Werp zijn vrucht af. Hij is veel sneller. Dembele. Nou, deze moet erin. Boom, met links. Ja, 1-0. Kijk, maar dit is ook leuk. Dat ik gewoon zeg van, oké, okay, ik weet dat hij nu een kans kan... Oh, gaat hij hem lieven? Ja, nou, race quit 2. Gaan we naar potje 3. Maar ik wilde uitleggen van, ik wist, er kan in theorie een kans voor hem aankomen. Maar als ik Dembele al wegstuur en gewoon meteen die bal diep gooi, nou, dan is daar een koude mogelijkheid. Op naar potje 3 en op naar... De volgende overwinning. Volgende tegenstander. En eigenlijk weer. Zijn team heet derde elftal. En het team ja, heeft ook wel wat weg van een derde elftal. Het is niet echt per se heel erg goed. Met Azpilicueta op rechtsback. Ik ga weer aanvallend naar de 3-5-2. Dan is het denk ik een Nederlander. Dus misschien kijkt hij de video's wel. Schot van Sterling. Maar Lafont pakt hem met zijn been. En eigenlijk was dat een van de eerste kansen pas in dit potje. Nu is Lafont te laat, maar Varane op tijd. En kunnen we misschien weer gaan omschakelen. Umtiti is links en kan hem meegeven aan Benzema. Jongen. Karim, wat doe je? Het is rust. 0-0. Er gebeurt veel te weinig. En ik ga proberen om er in de tweede helft wat anders van te maken. Met meer kansen en meer goals. Pogba. Met een schaar. En dat is een goede versnelling. Hij scoort 1-0. Oké. Okay. Wordt dit potje in één keer nog leuk ook. En ik kan niet verliezen van... Ja, toch zo'n team met hele langzame backs. Dus nu gaan we eventjes nog meer ons best doen. Basis goed. Nu dan. Dembele. Ja, de actie. Nog steeds high. Ousmane Dembele. Wow. Hij ging er bijna in. Alleen toch was zijn verdediger nog net op tijd. Maar de actie was weer goed. Oh. Ah, en TK, jongen. Dan moet je meer alert zijn. Mendy. Ja, en trek voor. Tik binnen. Oh, dit is buitenspel. Ja. Gaan we de diepte dus eventjes flink omhoog gooien. En nu moet ik scoren. Want ik ga hem letterlijk maximaal zetten. Kijk. Boom. Mendy. En deze bal is goed. Boom. Fake hier. Tuurlijk 1-1. En snel die bal pakken. Door. Want ik wil 3 uit 3 in deze video. Laatste kans. Mendy. Mag door. Mendy. Trek voor. Oh nee. En dan blijft het toch 1-1. Jammer zeg. Want ik had echt het gevoel dat ik misschien nog wel een paar kansen had kunnen creëren. Maakt niet uit. Ik heb 2 keer gewonnen. En dus deze niet verloren. Dembele. Ja, hij is een topper. Hij heeft een aantal keer gescoord. Wat goede acties laten zien. En ik ben heel erg blij dat ik hem nu kan gebruiken. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin speel ik Player of the Month Brouwers in de spits. Dus klik hier. Dankjewel. En tot de volgende. Houdoe hè.